1, 2, 3. De bruiloft. Eens een oud dorp en in dat dorp woonden een heleboel mensen. In een huisje zaten de ouders te praten over hun zoon John. Hij woonde nog thuis en de ouders vonden dat hij maar eens moest gaan trouwen. Vind je niet dat John, hij is al 28 jaar en hij moet gaan trouwen? Ja, dat vind ik ook wel. Want is kusloos, dus ga hem even bij haar. John, kom eens! Ik wil iets vertellen. We vinden dat je moet gaan trouwen. John, we hebben een hele leuke meisje ontdekt. Er zit Elisabeth en ik zal haar in gaan halen. John was zeer verrast en moest zenuwachtig lachen. Hij dacht dat het een geintje was van zijn ouders, maar het was heel serieus. John, ze komt eruit. Ik heb een hele familie hoor. Ze gaan echt trouwen. Ik ben niet verwezen. John keek een beetje verbaasd om zich heen. Trouwen, dat wilde hij helemaal niet. En hij wist niets af van meisjes. En had het prima naar zijn zin thuis. En Elisabeth werd er een beetje verlegen van. John, ik wil dat je oefenen voor het huwelijksfeest. Het was uiteindelijk de vader die het laatste woord had. En John moest gaan oefenen voor het huwelijksfeest. In het park zaten de vrienden van John een beetje over voetbal te praten. Maar het nieuws van John zijn huwelijk ging razendsnel. Ja? Ja, ik weet het. Ze hebben verloren. Jongens! Ik ben hier al gehoord. John gaat met Elisabeth trouwen. Echt waar? Ja. Zo, daar komt John. Waar is hij? Dan zie je ze nu wachtig uit. Heb je wat te vertellen? John vertelde dat hij moest gaan trouwen en dat hij bang was dat het huwelijkfeest zou mislukken. Omdat hij helemaal niet wist wat hij moest doen. Hij wilde graag gaan oefenen. Hé, kijk wat ik hier heb. Hier kunnen we oefenen om die ring in te zetten. Een van zijn vrienden zat op wat touw en had een idee. John had zijn ring al bij zich in een mooie grote doos. En nu ging hij proberen om de ring om het stukje touw te doen. Voorzichtig deed hij de ring om bij het touw. Ja. Wie zijn jullie nou? Wie zijn er? 5 meiden tevoorschijn. De jongens werden bang en renden weg. Ze liepen richting het kasteel en op de kasteelbrug konden de jongens niet meer verder. We kunnen weer trekken. De meisjes komen eraan. Oh, ik moet het doen. Jullie hoeven niet bang te zijn. Wisten jullie trouwens dat de kaart hier zo aan woont? Dat wisten jullie niet. Meiden woonden in het kasteel. Zij waren de dochter van de koning die heel droevig was omdat hij al jaren zijn dochters kwijt was. Ik vind zo jammer dat ze mij verdwenen. Kijk. En ze alle dingen ze weer terug te krijgen. Hé, papa. De koning was vreselijk blij zijn dochters weer te zien. En zij vertelde dat John hun gered had door de ring over het heksentouw te doen, waardoor ze bevrijd werden. De koning wilde John heel graag ontmoeten. Het enige waar John aan kon denken was een huwelijksfeest. En hij stelde zich niet eens voor. Nou, ik heb een probleem. Ik ga trouwen. En ik weet niet wat ik moet doen. Nou, dan kan ik je wel mee helpen. De koning liet zien hoe er op een huwelijksfeest gedanst wordt. Daarna liet hij aan John zien hoe echte prinsen heel netjes eten. Altijd met je winkelboek. En je mond moet altijd dicht.
Oh, waarom? Dat moet je niet doen als je eet. John let heel goed op. En een paar weken later was dus het grote huwelijksfeest. Samen met Elisabeth waren ze in een mooie feestzaal. En heel veel mensen waren uitgenodigd. Het werd een heel leuk feest. En John en Elisabeth leefden nog heel lang en gelukkig.